deze viering van de Eucharistie. Wij vieren vandaag de 12e zondag door het jaar. Maar daarnaast vieren we ook een gildenis van het gilde Lambertus van Beers. En u heeft mooi weer meegemaakt en we hopen dat nog een poosje te kunnen houden, dus dat zal wat goed komen. Goedemiddag allemaal. Van harte welkom in deze gildenis. Speciaal welkom aan het koningspaar Theo en Ina, pastoor en Jansen, onze jubilarissen en natuurlijk het koor. Maar ook wil ik bij deze ook Gertie Lam bedanken voor het beschikbaar stellen van deze kerk weer voor deze mis. De gildenmis is een wezenlijk onderdeel van een lange traditie welke de verbondenheid tussen het gilde en de katholieke kerk benadert. Het is een onderdeel van een feestelijke dag, namelijk het koningslied. Maar deze mis kijken we ook terug op het afgelopen jaar en willen we ook onze overleden gildebroeders, Louis Linders en André Hendricks, vandaag denken. Het koningsschieten is het hoogtepunt van de gildeactiviteiten en dus zal er vanmiddag weer worden gestreden om de koningstitel. Theo is de koning van het gilde, maar deze titel zal hij moeten verdedigen. En Theo, er zijn veel kapers op de kust. In het middeleeuws kostuum, getooid met witte veer. De tamboers kondigen het gilde aan. Zij roeren hun trompen. De vendeliers zwaaien hun vaandels. Iedereen is welkom. Een trotse koning loopt in het midden. Hij schoot de vogel, welgericht. Prachtig zilver wordt hem omhangen. En hij draagt met eer de koningsplicht. Dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Over het koningspaar en de keizer, over onze gildebroeders en gildezusters, over onze beschermheer baron Frans van Hovel tot Westerveer. En dat na afloop van deze dag de beste uiteindelijk koning of koningin mag noemen.
Ja, David, je staat naast de Houten Duif. Daar ga je het eerste schot lossen. Hoe belangrijk is eigenlijk de gilde in het gemeente Land van Kuik? Ja, heel belangrijk. En gelukkig hebben we er ook nog best wel een aantal. Dit gilde weet ik dan, omdat we hier natuurlijk speciaal daarvoor vandaag zijn, is er al sinds 1403. Dus is al even. Dus ja, om die reden en hun rol is het gewoon een hele belangrijke culturele groep. Als eerste dank voor de uitnodiging om hierbij aanwezig te mogen zijn. Ik vind het een hele eer. Ik heb mijn speech wat ingekort vanwege het weer. Hè. Hadden we het over. Het duurde eigenlijk een uur. Ik heb hem ingekort na 3 kwartier. Dus dan kunt u er vast op voorbereiden. Vandaag wordt er gestreden om de titel koning. Natuurlijk wel een hele mooie titel. Vooraf dacht ik al wel, die wil iedereen natuurlijk winnen. Maar ik heb net de sfeer een beetje geproefd. Het is mij wel duidelijk. Jullie zijn heel competitief naar elkaar. Dus ik ben benieuwd wie uiteindelijk de eer heeft. Pak maar eens. Cameraman, oké. Thank you.
Rust. De wacht begeven op het koningsbier. En daar zal ik nog bloemen overhandigen aan de nieuwe koningin. Bloemetje voor de koningin. Nog een bloemetje. Gefeliciteerd. Hi, op ons nieuwe publiekskoning. Bedankt allemaal voor aanwezigheid en toch niet gezellig.